Ja, ik heb nu een signaal aangesloten, maar ik zie eigenlijk niks in beeld. Ja, wat moet ik nou eigenlijk doen om het signaal zichtbaar te maken? Het eerste waar je even op moet letten is of trigger of die in auto staat. Dat is wel handig om mee te beginnen. Kijk, auto betekent dat als hier zie je het trigger level, maar trigger level dat zit buiten het bereik van het signaal. Maar bij auto, ja, dan wordt eigenlijk als er geen trigger is, wordt er na een bepaalde periode, een bepaalde timeout, wordt er toch nog iets weergegeven op het scherm. Dus dan zie je toch ja, iets van een signaal. Kijk, als ik hem in normal mode zet, ja, dan is er geen trigger en dan zal hij ook helemaal niets laten zien. Dat is een beetje lastig te bepalen wat het trigger level is. Ik kan wel een beetje gaan zoeken. Kijk, nu heb ik wel een trigger. Maar bij automode, ja, dan zie je dus altijd wel iets. Dus ik kan hem nu in bereik brengen. Dus nu heb ik een signaal wat stil staat. Maar dit signaal heeft een DC offset. En ik heb dus het ingang op DC koppeling staan. Dat betekent dus dat ik ook het DC offset kan meten. Dus die wordt niet weggefilterd. Ik kan bijvoorbeeld ook voor kiezen om AC de ingang op AC koppeling te zetten. En dan wordt het DC component wordt dan weggefilterd. Dan valt er wel weer in dit geval buiten de trigger level, want die staat nu wel op DC. Dus de trigger level die kijkt dus niet naar deze AC koppeling. Maar die heeft weer een eigen instelling. Dus bij trigger kan ik ook weer kiezen of die DC gekoppeld is of AC. In dit geval of nog een paar andere smaken. AC is de standaard koppeling bij analoge oscilloscopen. Bij digitale oscilloscopen staat hij altijd op DC. Dus nou, het trigger level is nu goed. En nu kan ik dus met de versterking, verzwakkingsknop van het kanaal, kan ik instellen, kan ik het signaal goed in beeld brengen. Dus ik zie nu 200 millivolt per divisie. Daar is hij nu op ingesteld. Hetzelfde kan ik doen met de tijdbasis. Ik heb hier de tijdbasis. Dus daar kan ik de tijdbasis mee instellen. Ik heb de tijdbasis te klein heb, dan zie ik alleen maar een lijn. Als ik hem te groot heb, dan zie je alleen maar een soort waas. Het is wel handig om te weten van tevoren een beetje welke frequentie je aan het meten bent. Dus dan heb je een beetje een indicatie waar je tijdbasis op moet zetten. In mijn geval is het een 1 kHz signaal, dus dan zit ik rond de 1 milliseconde per divisie. Dus als ik dan normaal gesproken dit zie, dan denk je van oh, dat is een gelijkspanning, maar dan heb je gewoon je tijdbasis nog niet goed ingesteld. Kijk, dan is het eigenlijk een wisselspanning. Ja, nu kan ik al metingen gaan doen. Dus ik kan de amplitude en de frequentie gaan meten van dit signaal. Nou, in dit voorbeeld wil ik de amplitude van dit signaal meten. Ik begin bijvoorbeeld met de top waarde van het signaal. Bij een analoge oscilloscoop is eigenlijk maar één manier om dat te doen. Dat is het aantal divisies tellen. Dus het aantal hokjes. En dat te vermenigvuldigen met waar de oscilloscoop is op ingesteld. Ik zal het hier even demonstreren. Deze digitale oscilloscoop werkt precies hetzelfde.
wat je dan doet is eigenlijk het signaal zo groot mogelijk maken, zodat het nog net in beeld past. Nou, in dit geval, dit is even te groot. Even een stukje kleiner. Je ziet nu dat hij is ingesteld op 1 volt per divisie. Dus één zo'n hokje is 1 volt. Nou, wat bijvoorbeeld handig is, is om de positie van het signaal te veranderen. Zodat bijvoorbeeld de bovenkant van de sinus van het signaal precies op zo'n lijntje ligt. Zo ongeveer. En dan kan ik vanaf de bovenkant tot onder het aantal hokjes gaan tellen. Dus in dit geval is het 1, 2, 3, 4, 5 hokjes, 5 divisies, maal 1 volt. Dus de top spanning van dit sinusvormige signaal is 5 volt. Dus 5 volt top of 5 volt piek, net hoe je het wil noemen. De topwaarde, dit is nu een symmetrisch signaal, dus de bovenkant en onderkant zijn symmetrisch. Dus de topwaarde is in dit geval exact de helft van de topwaarde. Dus 5 volt top. Topwaarde is dan 2,5 volt. Nou, je kan dan ook de effectieve waarde berekenen van dit signaal. En de effectieve waarde van een sinusvormig signaal, dat is de topwaarde gedeeld door wortel 2. En dat is, je kan het ook berekenen door de topwaarde te vermenigvuldigen met 0,707. En als je dat doet in dit geval, 2,5 maal 0,707, dan kom ik uit op ongeveer 1,76 volt. Dus dat is de effectieve waarde van dit signaal. Sommige analoge oscilloscopen die hebben ook een cursorfunctie. Nou, een digitale oscilloscoop heeft dat eigenlijk altijd. Dus ik ga het nu even ook demonstreren hoe je daar de spanning mee zou kunnen meten. Dus ik kan bijvoorbeeld hier de cursors aanzetten. In dit geval wil ik een i-cursor. En ik kan deze cursor verplaatsen. Dus ik kan deze aan de bovenkant verplaatsen en deze naar de onderkant. Ja. Kijk, dan kan ik hier zien de delta i is 5 volt. En een andere methode bij een digitale oscilloscoop kan dat eigenlijk ook altijd. Analoge scoop, heel soms bij de duurdere modellen. Metingen aanzetten, dus geautomatiseerde metingen. Dus ik kan hier een measurement bijvoorbeeld aanzetten. En dan kan ik zeggen, nou, dat ik meten. Ik wil in dit geval de topwaarde meten. Kijk, dus 5 volt. En de effectieve waarde, dus de RMS-waarde. Dus 1,74 volt voor dit signaal. De RMS-waarde is overigens inclusief enige DC-offset. Dus mocht je een signaal willen meten zonder de DC-offset, dan moet je de standaard deviatie nemen. Dat is eigenlijk hetzelfde als de RMS, maar dan zonder offset. Maar in dit geval hebben we geen offset. Dus dan zijn beide hetzelfde. Maar ik kan wel even een offset toevoegen. De RMS-waarde die is hoger geworden. Dus ik zal hem even verhogen. Ja, is ongeveer 2 volt. Meer dan 2 volt. 1,95 volt is de RMS-waarde. Maar de standaard deviatie is nog steeds hetzelfde gebleven. Dus in sommige metingen is dat wel handig om die te kiezen. Maar niet, ja, ik weet niet of alle oscilloscopen dat ook zou kunnen doen. Dus wel even rekening mee houden.
als je de offset wel of niet mee wil nemen. Ja, welke meting moet je dan, dan doen. Maar met de cursors kan je dat sowieso ja, wel meten. Je kan natuurlijk gewoon weer de cursors verplaatsen. Ook met offset. Nou, zo ongeveer. Deze even naar beneden. Kijk, dan zie ik hier nog weer die 5 volt. In dit voorbeeld wil ik de frequentie gaan meten van dit signaal. Nou, dan is het handigst om ook nu weer het signaal zo groot mogelijk op het beeld te krijgen. Ongeveer zo. En dan kan ik de tijdbasis kan ik verstellen. Zodat ik ook in de horizontale richting ja, goed kan meten. Dus ik verplaats het signaal een beetje, zodat ook de nul doorgang ja precies verkeerde knop de nul doorgang precies op een kruising bijvoorbeeld begint van een van divisies bijvoorbeeld in dit punt. En nu kan ik ook weer het aantal divisies gaan tellen van een hele periode. Dus dat in dit geval 1, 2, 3, 4, 5 divisies. En mijn tijdbasis is ingesteld 20 nanoseconden. Dus deze tijdspanne is 5 x 20 nanoseconden, dus dat is 100 nanoseconden. Dus dat is de periode tijd van het signaal. En als ik de frequentie wil weten, dan de frequentie is 1 gedeeld door t, hè, dus de periode, 1 gedeeld door de periode, 1 gedeeld door 100 nanoseconden, en dan kom ik op een frequentie uit van 10 megahertz in dit geval. En je kon het al een beetje zien hier aan de bovenkant. Ja, er zit toevallig ook een aparte frequentieteller in deze oscilloscoop. Dus die geeft het hier al een beetje weer. Ook met cursors kan je dit weer meten. In dit geval nu de, bijvoorbeeld de X-cursors. En dan kan ik deze weer verplaatsen naar deze nuldoorgang. En deze naar deze nuldoorgang, ja. Ja, zo ongeveer. En dan zie ik hier 99,8 nanoseconden. En dan wordt hier al eigenlijk al voor je berekend. 10 megahertz is dan de frequentie. En natuurlijk is het ook mogelijk om weer wat metingen te doen. In dit geval kan ik dan bij horizontaal nou ja, periode. Oké, die wordt hier weergegeven 100 nanoseconden, maar ik kan ook de frequentie 10 MHz. Ik heb hier twee verschillende signalen. Ze hebben wel allebei een andere amplitude, maar de frequentie is dezelfde, hè, want ze schuiven niet ten opzichte van elkaar. Ik wil graag de faseverschuiving tussen deze twee sinussen gaan meten. En dat kan ik als volgt doen. Ik kan deze periode gaan meten, het aantal hokjes. En dat komt overeen met 360 graden, want iedere 360 graden herhaalt een signaal zich weer. Dus in dit geval, als ik dit punt begin en ik ga naar dit punt hier, dat is hetzelfde punt, dan tel ik 1, 2, 3, 4, 5 divisies. Ja, 5 divisies komen dan overeen met 360 graden. En het verschil tussen deze twee signalen
Eerste divisie. Dit is één divisie, maar dat is ingedeeld in vijf met vijf streepjes. Dus één streepje is 0,2 divisie. En in dit geval is het 0,2, 0,4, 0,6 divisie faseverschil. Dus ik kan als volgt berekenen. Ik heb 360 graden gedeeld door 5 divisies maal 0,6 divisie. En dan kom ik uit op 43,2 graden faseverschil. Ik kan het ook weer met de cursor gaan bepalen. Dan kan ik weer de x-cursors nemen. Ik had ze hier al voorbereid. Dus ik doe de eerste cursor door dit nulpunt. De tweede cursor door dit nulpunt. En dan zie ik hier dat het verschil in tijd is 12,4 nanoseconden. Een hele periode van dit signaal. En ik kan dus het gele signaal nemen, maar ik kan ook het roze signaal nemen. Dat maakt niet uit. Een hele periode is 5 divisies. 5 maal 20 nanoseconden. Dus dat is 100 nanoseconden. Dus dat komt overeen met 360 graden. Het verschil tussen de verschuiving is in tijd dus 12,4 nanoseconden. Dus kan ik het als volgt uitrekenen. Dus 360 graden gedeeld door 100 nanoseconden, dus de hele periode, maal verschuiving, maal 12,4 nanoseconden. Dan kom ik uit op 44,6 graden. Dus net had ik 43,2 en nu 44,6. Ja, je hebt natuurlijk een beetje een onnauwkeurigheid met het aflezen. Ik kan natuurlijk ook weer een meting maken, in dit geval. En dan kan ik hier fase gaan meten tussen kanaal 1 en 2. En ik meet hier 45 ongeveer graden faseverschil. Dus het roze signaal dat eilt 45 graden voor op het gele signaal.